Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Na lang weg geweest, ben ik terug. Eindelijk. En dan denken jullie, vandaag ben ik helemaal alleen, want je ziet helemaal niemand. Echt helemaal niemand ofzo. Maar ik ben zeker met iemand. Want ik ben vandaag met... Weer, trouwens. Bro, doe me alsjeblieft normaal. Maar hier hebben we ook nog een chest. En die hebben echt nog niet geloot ofzo. Helemaal niet ofzo. Seb heeft er echt niet al in gekeken ofzo. Nee. Dat zou je niet. Dat zou niemand. Nee, klopt. Dat zou eigenlijk echt sneu zijn. Ja, klopt. Oh! Een hond! Nee! Bro. Heb je botten? De kip. Wat? Heb je botten? Even kijken. Waar is de ingang? Oh, hier. Nou, welkom bij de mooie iglo. Nou, hier is de ingang. Dan heb je hier een bed. Dan heb je hier een krabbentafel. Heb je hier een oven. En ja, dat is het. Oh, 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 sneaky. Sneaky. Oh. Bro. Ik duw me terug. Hebben ze nou een villager opgesloten? Slecht. Wat onaardig. Golden apple, hatsa flatsa. Zo, dat is duur. Hier hebben ze een zombie villager opgesloten. Nou, vind je het heel erg dat ik dat niet erg vind? Bro, een golden apple. Echt? Kijk. Nee. Oh mijn god. Potions. Zwakheid. Oeh. Nu moeten we elkaar alweer niet meer vertrouwen. Au. 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 Mag ik mijn golden apple terug? Heb ik jouw golden apple? Ja, hier. Heb je de golden apple? Thanks. Hebben we niet de oven en de... Krabs en kabel. Nu ergens heen gaan waardoor we niet de weg kwijtraken en wel gewoon ergens leuk kunnen leven. Seb, ik heb een Kijk bed. Uit de kont van. Seb, ik heb een bed. Als we een leuk gebied, als we een leuk gebied vinden, zet ik een bed neer en doen we allemaal onze respawn point daar. Oh ja. Kom. We zijn terug. Ik heb één ding aangepast. Als je doodgaat, behoud je je inventaris. Want, hoe heet het, hier met in een ijsgebied pannen heel veel zombies. En het ding is, omdat er zoveel zombies pannen, kan je eigenlijk heel snel doodgaan. En dan raak je al je spullen kwijt. Dus dat is echt poep. Volg je mij? Dus daarom hebben we dat. Kijk, nu zijn, we hebben cheats aangezet. Dus dit staat er nu, maar dat gebruiken we niet. Ja. En dat, teleporteren. En dat, ja, dat is dus dat. Ja, want dus in principe niet. Wat eigenlijk ik wel vind, al heb je net diamonds gevonden. Nou, nee, wat ik bedoel, als je net diamonds hebt gevonden. Ja. En je springt even expres in de lava omdat je niet je diamonds kwijt nee, wil. Dat... Mag ik eerst dat mag niet. Ik vind het, maar je dat vind niet... ik ook. Je mag niet expres gaan gebruiken, zo van, ik zit in een mine, ik ben er klaar mee, ik spring in de lava en het is klaar. Ja, maar dan moet je ook gewoon een weg vinden of je moet doodgaan door de skeleton, maar niet expres. Ja, of tot op je diamonds gevonden en je wilt daarom snel terug zijn. Gewoon even snel wat... hoe moet ik dat zeggen? Snel... dan moet je gewoon eigenlijk je diamonds teruggooien, vind ik. Ik vind dat je dan je diamonds in de lava moet gooien. Ja. Of weg moet gooien, zodat het niet spant.
bijna niet meer rennen. Ik kan bijna niet meer rennen. Hier, wacht even. Oh, thanks. Twee, drie besjes. En twee van die. Oh, zo voel ik me nou ook niet. We hebben kool, hè, en oven. Ja, dat is wat je... Nee, maar, hoe komt dat? Heb jij mijn spullen opgepakt? Oh, ja. En jij had net dat kool gepakt. Ja. Dus waar ben je? Je moet ook niet doorlopen op het ijs, hè? Nee, maar ik sta gewoon nog steeds bij die ene. Hey. Nee, dit vind ik dus eigenlijk niet meer echt heel aardig. Waar ben jij heen gelopen? Ben je op die berg gegaan? Of? Bro, waar ben jij naartoe gegaan? Ik ben gewoon nog bij die, waar het stuk waar we net waren. Ja, ik loop daar nu op het ijs. Waar ik vlees heb gedropt. Ja, dus... Oh, jij bent daar. Jij bent naar rechts gelopen en ik was daar naartoe. Ja. Dat is de fout. Ik was even wat aan het eten in mijn inventory en ineens was ik weg. Dus ik dacht, waar ga je heen? Ik heb alleen nog wel 3,5 hartje, maar dus het moet niet nacht worden. Nee. Wacht, we laten voor nu op het moment. Nee, wacht, dat doen we nog niet. Waarom bouwen we hier geen huis? Hier is een mooi vlak stuk. We kunnen dat sneeuw weghalen. Ja, maar één ding, hè. Is het chill om in de, om hierin... Er is eigenlijk niks te doen. Ja, je kan wel even je respawn point zetten. En daarna je bed weghalen en... Ja, maar spawn je dan ook hier? Ja, dat is je respawn. Ja, mijn respawn. Ik sta daar. Waar ben jij? Ik ben op dat vlakke stuk, denk ik. Of jij bedoelt een andere, maar. Je bent mij toch wel achtervolgd? Ja. En ik ben opeens gestopt. Blijkbaar. Ik ben even gestopt. Oh, je bent daarheen gegaan. Ik denk dat ik wel weet, want hier is het heel vlak. Hier is lekker. Hier is lekker. Ja, ik zie je. Dit is veel beter toch? En dan nog iets verder lopen dan heb je het nog vlakker. Ja, maar je kan toch beter gewoon ook nog doorgaan voor een betere plek? Want is hier... Zet je respawn point aan? Ja. Maar ik weet niet als je je bed weghaalt, volgens mij wel. Maar als je je bed weghaalt, dat het nog steeds zo is. Oké, ik heb geef me alsjeblieft even wat vlees, joh. Ja, thanks. Oh, nou, dat is wel... Een rauw konijn is wel echt iets waar ik van hou. Ja, ik ook, hè. Dat geeft trouwens echt veel vlees. Want als je deze video, als je abonneert, dan ben jij een volger meer op weg naar de 100 en ik wil de 100 halen. En dat weet iedereen, want ik wil de 100 halen. Ja. Ik wou het eigenlijk vorig jaar. Wat gaat er over gebeuren? Dan haal jij de 100 abonnees. Daar moet ik nog even over nadenken. Ja, eerst hadden we toen met die andere 5 bouwen. Dan bouwen we dat of dat. Maar ja. We moeten eigenlijk even wat... Oh mijn god, ik viel bijna hier in het gat. Ja, ik ook. Ik ook. Ik viel bijna hier. Bro, wat is dit, jongen? We moeten hier gewoon oppassen. Ja, een mega grote cave. Dat had u echt niet verwacht. Ik zie nog steeds alleen maar ijs. Hoe groot is dit sneeuwgebied? Philip! Echt? Waar? Ik zie allemaal huisjes. Daar. Weet je niet waar? Welke? In het bos? Bro, waar loop je dan naartoe? Oh, maar ik speel meer FIFA. Kijk daar. Oh, ja, dat is een village. Oh, dat is een fucking goede village. Klopt. Dus ik dacht, jij kan... We gaan daar gewoon wonen. We gaan er gewoon even tijdelijk in wonen. Ja, we gaan er voor nu even in wonen. We hebben allemaal een bed, hebben we respawn point, alles. Ja. Je hebt gewoon eigen huisjes. Eigenlijk... Een chest, een brood. Oh, dat is best chill, want een blauw bed, die... Ik heb 4 broodjes, dat is echt wat chill, want ik heb er niks te eten. Nog een maar meer. Geen kop.
Ik pak gewoon al die bedden. Maar je hebt ook gratis food, hè? Overal. Ja, klopt. Alleen ook die farm. Want kijk, in principe, hier heb je ook zo'n farm. Wat, paté? Ik heb letterlijk maar één chest gezien. Nou, dan plaats het even. Oh, maar kijk, hun plaatsen het natuurlijk zelf weer terug. Wat? Deze ben ik al geweest. De aardappels, jij haalt het weg en je hoeft het niet zelf terug te plaatsen. Nee, klopt. Zo. Nee, maar er is letterlijk één chest. Ja. Echt? Oh, ik heb ook één chest. Die heb je, oh, dat was dan in een huis waar ik niet geweest ben omdat jij erin zat. Ik heb aardappels. Ja, ik zat aan die andere kant. Heb je deze twee huizen hier al gecheckt? Eigenlijk hier niet. Is namelijk ook... Deze drie. We hebben ook nog een farm. Loop jij altijd door? Deze. Ik kan naar die achterste. Oh, deze? Ja. Daar, hier zit toch een chest. Hier ook niet, maar ik stil gewoon al die bedden. Ja, ik heb nu een rood en een blauw bed. Pak even al die lantaarns. Oh, maar dat kunnen ze doen als je... Dat kan nu niet, dat kan nu niet, dat kan nu niet. Dat weet ik. Je moet maar dan moeten we gewoon een keer al... Oh, check even al die iglo's ook. Oh, ja, trouwens. Je kan je innamelen. Oh ja, niet, nog een chest. Je moet niet alle bedden weghakken. Je moet niet alle bedden weghakken. Waarom? Nou, dan kunnen toch de villetjes niet slapen, dan gaan ze weg. Oh ja. Misschien was dat niet heel slim. Ik heb één bed weggehakt en ik kan een nieuwe terugplaatsen, een rode. Ja, ik heb dus eigenlijk alle bedden weggehakt. Plaats ze terug. Weet ik veel waar ik ze vandaan heb? Ja, uit huizen. Ja, nee joh. Kom je nu achter? Ik heb een bed teruggeplaatst. Hierdoor zit gelukkig gewoon nog een bed. Oh, hierdoor was ik chat. Hierdoor ligt nog een bed. Nou, hier één bed. Oh mijn god, wat schrik ik me dood. Het is er. Ja, opeens komt er een villetje mee. Bed. Volgens mij gaat het nou nog door de village? Nee, ik dacht al. Gaat niet zeggen dat hij nog verder. Ga even slapen in een bed die je gewoon hebt. Ja. Ik ga gewoon in een huis slapen. We gaan gewoon. Wat je kan doen, je kan één huis slopen. En dan ga je met die. Of meerdere. Ja, maar dan moet je eigenlijk weer alles halen. Dan heb je eigenlijk gewoon precies hetzelfde weer. Hier ligt een bed. Zo. Hier hebben ze het wel luxe. Oh, nog zo'n luxe huisje. Dit zijn twee luxe. Twee bedden. Ja. Vertel eens even een mop tegen de kijkers. Kan ik even mijn drinken opdrinken? Ik heb geen mop. Ik eigenlijk ook niet. Ik heb dat dus niet. Jij hebt dat vast wel. Ik heb dat echt niet. Serieus niet? Bro, ik heb echt geen mop. Ja, of ik moet er spontaan een verzinnen. Ja, maar dan wordt hij nooit leuk. Nee. Nou, ik denk dat ik mijn plaats op. Ik denk dat mijn plaats al heb gevonden. Ja, bro. Oh, ik plaats een bed hier. Hé! Hey! Ja, hallo. Dat is dus. Abonneer. Hi. Zo, mijn drinken is heel zoet. Abonneren. Hier staat ook. Bij de 100 abonnees, wat zullen we nog gaan doen, bro? Ja, bij de 100 abonnees mogen jullie kijkers, bij onze survival, jongen. Bij onze survival in de survival komen. Maar jullie kunnen niks breken, niks hakken. En één van die kijkers gaat met ons de survival. Mag met ons in de survival. Dus wil je dat? Survival? Hè? Survival?
niks grappig. Dus ik zeg het nog één keer. Bij de 100 abonnees? Ja, ik zeg het even. Fightful. Jongen, stop. Fightful. Stop. Ik wil het even je zeggen. Je zei dat ik het nog een keer moest zeggen. Nee, ik ga het nog één keer zeggen in deze video. Ja, en misschien aan het eind. Bij de 100 abonnees. Dus dan mogen jullie in deze Fightful komen. En dat zijn, ik dacht, 8 mensen of 7 mensen of zo. Maar dat moet ik nog heel even checken. En dan. Ik ga je wapen doen. Maar jij mag hier en dan kiezen we 1 iemand daarvan uit. Met een rat. En dat. En die mag met ons deze 5 verder spelen. Maar het is natuurlijk heel oneerlijk. Voor altijd! Voor altijd. Oh, Iron! Yes! Zet het maar uit, maar. Nee, stop, jongen! Wat? Jongen, ik probeer wat te zeggen. Hey. Het boeit me niet. Ik stop even, ik wil wat uit. Jongen, echt hoor. Maar het is natuurlijk heel oneerlijk als. Als maar 8 mensen de kans krijgen om in deze 5 te spelen. Dus we doen iets van 3. Dus dan 3 keer 8 mensen. Dus als 24 mensen kunnen er een kans maken hierop. Dus, laat of nu al je Epic na of nu al je PlayStation naam achter. Alleen PlayStation. 4 of 5. Maar dat hoeft nu in principe nog niet, want we zitten pas op de 85 abonnees. Dus dat. Dus ja. Ja. Ik ga even dat hout hakken. Oh mijn god, ik zie er bijna in. Ik mag toch gewoon zeggen dat ze moeten abonneren. En deze video's gaan goed geëdit worden. Dat is ja, hij doet er 5 uur over. Nee, ik ga gewoon. Ik dat wil niet. Ik ga er. Maar ooit, deze video's gaan. Ik denk. Kijk, ik ga niet random meer uploaden. Maar dat komt in een aparte video waar ik zeg het nu. Maar het is nu een beetje einde video. Dus waarom zou ik nu zeggen? Als ik het ook in een andere video, maar ik ga het even zeggen. Ja. Ik weet het even niet meer. Weet je niet meer wat je wou zeggen? Oh ja, ik ga niet meer random uploaden. Ik moet dagen even hebben. Goed, Seb, zullen we de video vanaf sluiten? Ja. Het is meer een info video. Nou, even zo. Jongens, dit is het einde van deze. Alleen deze video. Er komen meer video's. Niet dat ik weer even een time-out van 7 maanden doe. Nee, dat is niet zo. Dat hoop ik zo. Dus. Nou. Laatst nog gaan drinken. Informatievideo was het meer. Over survival. En over buiten survival. Dus dan is het einde van deze video. En ja, dus like en abonneer, want bij die 100 abonnees je weet wat er dan gaat gebeuren. Like en abonneer. Tot de volgende video. Ja. Later.